Dag Chris, in de vorige video hebben we het gehad over de prestaties van zeg maar, de klassieke autoconstructeurs op de beurs en in China. Ik heb daaruit geleerd dat ja, ze eigenlijk al jarenlang ter plaatse trappelen op de beurs, de klassieke autobedrijven. En dat het ook in China niet meer is wat het geweest is qua groei. Dat is één uitdaging. Een andere is natuurlijk die van de klimaatdoelstellingen, de evolutie naar meer duurzame en ecologische economie en in dit geval ook mobiliteit. En de Europese Commissie heeft daar in haar Green Deal vorig jaar wel ja, veel prioriteit aan gegeven hè, voor de komende jaren. Welke impact verwachten jullie eigenlijk nu van die Green Deal op de sector? Europa is altijd een continent geweest met environmental hoog in het vaandel. En dat zien we inderdaad nu ook weer bij die Green Deal. En laten we duidelijk zijn, voor de automobielsector zal het zeer impactvol zijn met een verstrenging van de normen naar 0 gram CO2 per kilometer tegen 2050, wat wel enorm is. Europa telt veel vooraanstaande autoconstructeurs. Hoe moeten zij zich nu gaan aanpassen eigenlijk? Op de korte termijn moeten zij tegen 2021 ervoor zorgen dat hun hele vloot onder de 95 gram CO2 per kilometer terechtkomt. Nadien gaan we eigenlijk nog graduele stappen zetten tegen 2030 en 2050 om zo op 0 gram uit te komen in die end. Ja, de Europese Commissie heeft als doelstelling gezegd tegen 2050 alleen nog propere auto's, auto's op elektriciteit bijvoorbeeld of op waterstof. Maar de markt loopt daar nog niet storm voor. Hè? Hoe komt dat eigenlijk? Ja, als we kijken naar het totale wagenpark vandaag, dan blijkt dit stukje nog zeer klein te zijn. En als we naar Europa specifiek kijken, is het duidelijk dat zij de kaart hebben getrokken van elektrificering van het wagenpark. Dat wil eigenlijk zeggen dat de auto's elektrisch worden, of hybride momenteel, met een batterij daaraan gekoppeld. Dat is vandaag de grote drijver van deze norm. Anderzijds is natuurlijk ook de technologie van waterstof. Die staat wel nog een beetje in de kinderschoenen. En als we kijken naar de toepassingen vandaag, het is technologisch ietsje moeilijker, dan zien we vooral dat dit toch al terechtkomen bij de grote vrachtwagens, dus eigenlijk voor het vrachtvervoer. Je zei het daar, Europa geeft echt stimulansen aan het elektrisch rijden. We zien dat ook in het Belgische beleid, met fiscale stimuli bijvoorbeeld voor overschakelen op een elektrische auto. Anderzijds, uit de vorige aflevering heb ik geleerd dat Tesla in dat segment een heel duidelijke en dominante positie heeft. Fenomenale beurskoers tot gevolg. Zijn we eigenlijk niet bezig in Europa om één bedrijf specifiek te bevoordelen en dan nog een bedrijf van buiten de Unie? Ja, laten we duidelijk zijn, Tesla is natuurlijk inderdaad de meest gekende speler omdat zij enkel een elektrisch aanbod hebben vandaag. Maar als we kijken wat zij vertegenwoordigen in de totale sector, is het natuurlijk relatief klein. Het gaat ook over kleine aantallen. Laten we duidelijk zijn, als we dat beurskoers bekijken inderdaad, moet je zich afvragen of 1/5 van de totale market cap van alle autoconstructeurs, wat vandaag Tesla toch wel voorstelt, of dat wel in verhouding is tot de grootte van het bedrijf. Hier spreken we duidelijk over een hype versus een industrie die waarschijnlijk wat afziet wegens de oude constructeurs. En wat zijn die oude constructeurs dan aan het doen? Zijn die bezig met een inhaalbeweging? Ze zijn zeer duidelijk bezig met een inhaalbeweging. Ze hebben misschien iets te laks gereageerd in het begin. Maar als we vandaag kijken naar de budgetten, ik zeg maar wat, van de grote drie Duitsers, dus bijvoorbeeld Mercedes, BMW en Audi en eventueel Volkswagen daarbij. Als je ziet wat zij allemaal gaan investeren de komende jaren, spreken we over een enorme inhaalbeweging die veel groter is dan het jaarlijkse budget van Tesla zelf. Dus ze zullen er wel geraken. Een positief perspectief toch? Voilà, op lange termijn een positief perspectief, maar investeerders moeten beseffen dat deze inhaalbeweging natuurlijk op korte termijn impact zal hebben op de winstgevendheid. Maar als je daardoor kijkt, zullen we waarschijnlijk over een aantal jaren weer andere cijfers optekenen. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Ik stel voor dat we de volgende keer opnieuw focussen op de automobielsector en dan op de trend tot schaalvergroting. Goed idee.